Het belangrijkste vind, als ik zo hoor en zie wat er gebeurt en hoeveel jeugd betrokken is, dan kunnen we nu inmiddels eindelijk dat imago van dat de haven zo slecht is en zo vuil is en dat je daar niet wil werken, kunnen we eindelijk dat eens achter ons laten en kunnen die frustratie kunnen we begraven en gewoon met de jeugd weer aan de gang voor de toekomst. Dat je daar juist de jonge mensen met hun brede blik nodig hebt in zulke projecten, maar niet alleen. Een goed team moet je vaak laten bestaan uit diverse mensen, maar er zit altijd wel een jong iemand bij. Het is absoluut een mannenbolwerk, hè, waar je als vrouw terechtkomt. En tegelijkertijd, ik kom uit de mannenwereld, want ik heb een technische studie gedaan. Dus in die zin weer niet. Wat heel opvallend was aan die enquête, is dat je zag dat mensen eigenlijk niet echt heel bewust voor haven kiezen, maar erin rollen. Nou, en als je kijkt wat er nu gebeurt, meer dan de helft van de studenten op dit moment zijn vrouwen. Dus ja, ik heb de overtuiging dat er genoeg meiden die haven inrollen. Zo af en toe mogen we dat toeval dan een beetje handje helpen. Want wat we ook vandaag gezien hebben is, als mensen eenmaal in die haven werken, dan zijn ze verknocht en dan zijn ze verslaafd. Dus dan komt het goed. We hadden voor ogen om de jongeren in de haven wat meer zichtbaar te krijgen. Wat vooral leuk is dat we dat echt met drie jongere havenverenigingen in de Rotterdamse haven hebben gedaan. Dat is voor het eerst en dat is zeker voor herhaling vatbaar. En jong en oud, dat is de kracht vind ik van vanmiddag. Je kan van elkaar leren, vind ik hartstikke goed. En elke keer zal het havencongres natuurlijk anders moeten zijn. Je moet niet 10 jaar hetzelfde programma doen. Dat doet men ook niet. En daarom vond ik het zo leuk en daarom ben ik hier de hele middag. Uitstekend.